Het eerste paard is een wit paard en daar zit een ruiter op en het lijkt heel wat, maar hij heeft een pijl en boog in zijn hand en hij schiet dwars door mensen heen en zaait verdeeldheid en paniek. Zo'n mooi wit paard is dat niet. Het andere paard, daar zit ook een ruiter op en dat is een paard dat is knal en knalrood. En dat paard dat zorgt ervoor met zijn ruiter dat overal waar een beetje vrede is, er weer oorlog komt en bloed vloeit. Een rood paard. Dan is er nog een paard in het visioen. Dat is een zwart paard. Daar zit de dood op. En de dood is in dit geval ook tegelijkertijd een econoom. Want hij heeft een weegschaal in zijn hand. En hij weegt alles verkeerd af, betaalt nooit de lonen die iemand verdient, betaalt nooit de prijzen voor de dingen die ze waard zijn. En dan is er nog zo'n vreselijk paard, dat is het vaalgele paard. En dat zorgt ervoor dat er tussen de mensen altijd ziekte en ellende is. Kortom, geen vrolijk beeld waar Jeroen Bos al zijn ideeën aan ontleende. Maar die vier paarden die racen de wereld rond en we maken het wekelijks mee. We zien het op de tv. Maar er is nog een ander paard. En dat is het witte paard. En u leest daarover in het boek Openbaringen van Johannes, het 19e hoofdstuk. Ja. Kaasbrood hier. Buitenom. Of we buiten om willen lopen.
Of je buiten om wilt lopen, in de herberg van Paulus is paasbrood en is koffie. En er is mooi op tijd, 9 uur, ik hoop dat we elkaar aan het recht. Dank voor uw komst. En intussen is het droog geworden. Mooi paasbrood.